Oké, die money heel moest af van Dubai en die week, ja, dat is goed aan mij aan de mekken. Ja, hoe doen we nu dat pakken naar de mekken? Nee, laten we ons helpen. Het is al 3 maanden, hè, dat we in zo'n situatie zitten. Nee, zo kunnen we niet doorgaan. Laten we anders denken. We zijn ook mensen. We hebben kinderen. We hebben heel veel kinderen. Laat Paramaribo 3 maanden onder water zijn. Dai Boshi. Laat Paramaribo 3 maanden onder water zijn. Is goed. Die mensen uit te zeggen. Grote delen van het district Brokopondo zijn getroffen door een enorme wateroverlast. Welke het dagelijks leven, het onderwijsproces en de productieve inspanningen in deze gebieden enorm heeft ontwricht. De door wateroverlast getroffen gebieden zijn inmiddels ook tot rampgebied verklaard. Namens de totale gemeenschap van het district Brokopondo vragen wij via u aan de regering om de hulppakketten te vervangen met een financiële bijdrage en deze uit te keren aan de getroffenen. Deze pakketten bevatten namelijk producten die vervallen, verouderd zijn en die niet voldoen aan de behoeften van de lokale bevolking. Met een financiële bijdrage zullen wij in staat zijn zelf te beslissen over de samenstelling van ons voedselpakket. Het onmiddellijke oprichten van een compensatiefonds. Met een minimale inleg van SRD 400 miljoen zijn de maximaal 10% van de energiebesparing als gevolg van het hebben van stuwdam in eigen beheer. Dit bedrag zal speciaal bestemd zijn voor drastische verbeteringen van de zeer erbarmelijke leef, woon, leer en inkomstenomstandigheden van de getroffenen in Brokopondo. Voorts dient een deel van dit bedrag in de vorm van contante bedragen uitgekeerd te worden aan de getroffenen, zodat voorzien kan worden in de directe behoeften die als gevolg van het wateroverlast ontstaan zijn. Het opzetten van een crisisplan, tenminste inhoudende, eventuele korte of lange termijn evacuatie, schadevergoeding, rampenbeheersing en inlopen achterstand in het onderwijsproces als gevolg van de wateroverlast. Het onmiddellijke laten instellen van een diepgaand, deskundig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de waternoodramp in het district Brokopondo. Wie het appetitie die zit in de namens Brokopondo voor PEG onotaki ongurokonetapo onom libenape omdat Brokopondo no matanso. Uno no konda pe moroko launa wagi chakonja moroko merkropokana. We okonja giwi belang no. Omdat adora yoru. We din appetisi di city de namus Brokopondo kori. Ja. Thank you. Umus donata fra. Ja. Dat pe oplose bigi. Un takan aus revi. Efu ne takan aus revi. Uno ma fena oplose. And you get an inappetency, and that we were there that year. If defus don't pull you to a problem and losing off. Yeah? And we all do all the man, like, for us to take on that. Come on.
kabinet. Maar ga niet volop protesteren. Ik heb een zakai wat daar, chica. De situatie Brokopondo ligt al 3 maanden plus onder water. De mensen verzuipen. En we zijn hier om een aandacht te trekken van de regering. Ja. We zijn hier als 1 Brokopondo familie om dan te praten met de regering en aan te geven wat, wat moet gebeuren. Dat de regering nou in actie moet. 3 maanden is veel te lang. De situatie in Brokopondo is erg. Kostgronden, landbouwgronden van de mensen liggen onder water. De mensen hebben geen eten. We kunnen het niet doen met voedselpakketten. Goedemiddag. Ik val met mij dat zo net een bevolking van Brokopondo een representatieve vertegenwoordiging bij een petitie naar de voorzitter van de Assemblee, naar het kabinet voor de president. Jammer genoeg, de president is in staat om te kiesifieren voor de petitie zelf in ontvangst. Maar als hij een directeur komt, en wantak tangi dat hij de bereid voor de petitie in ontvangst. De bedoeling voor de Pisuroko Saoudouja, voor Namku, de Wangi, moro nationaal, maar ook nog internationaal aandacht. Na de situatie zij doen ze voor naar Brokopondo. Brokopondo. Heeft niks en nogmaals niks te maken met partijpolitiek. Alles maar zei ik ja zo nu nu, naar maar zei vierde Brokopondo, naar kief dertien naar Brokopondo is maar. Eerst er na sap zijn een probleem zijn Brokopondo abi ude in water is nu 3 mokba, ano 3 molanga ude. Mij vindt dat Grandland heeft ser na pakken Brokopondo serieus. Onu Brokopondo no kon ja ko jagi Grandland tak dem gwede no bon. Ano dat na widul. We wani ab mwa betre Brokopondo, mwa betre libi gitamara. Ma a libi sande ja no sa we libi ja des ma fwe tan ondro watra. Ala de sak man Brokopondo sa idu an land bo gronde ondro watra drimu. Ching manange fro ala sma gesen na drimu ba de fro isi libde oso. En no asma no mako temi tak mwa ekta mwa help ko in Brokopondo tenanga dipte de ono shien. Fade mai libi net ina kuske bidja na so wan libi dapeto. Wata gudu sang e bau ja op na dape aik moto konja bau ja op. Mek a gudu ja go dape toruk tu. O wan shien. A go tu na dape aik moto konja. Sa ide mek de gudu de a leisi moni na nikeri de ne pure chako na Brokopondo. Sa ide mek a gruto moni na sara sara makade ne pure chako a Brokopondo. Uno wana sandat moro. A still dam sa de dape ab moni sa ipuru miliarde na US dollar. Wa del fem fluyeter tore koina district u wane en am de ape in wafons fu yepi de na ko malenga fu na ngau serefi. Na yaren a still dam de next fem uno feni. Na soso watra ondro watra wetan. Uno wana sanat moro. Tak tak prosen fu a energy. Na Brokopondo elever. We kisi 8% a stroom. A moro slette kwaliteit stroom lanti egi Brokopondo. Alla sanda pe eskase bron televisie bron, soma ifan kuti. Dem ko sabiti de takuda ay uno sribi moro.
En dem verstand dat gaan naar business we doen. Winnen jagen om als man. Maar sawab dat we bohouwen. De passie voor nu. Je fi rejan aan je wagi ego na tapse. A afslag voor go na Brunswick. Fi doratjoni. Alla de broki dat koti. Na so so bypass lanti eme ki dape. We rejan nou nou doro kopen aan bepet. Meka broki dat broko luku. Na direct overheid tegen to stemme meka broki to. Dat we eis de tak de mek de broki. Et de nom mek de broki dem sabitak no wa wagine rey da pe soir matri ne rey de passer dat moro Victoria ko ina busan fo broko pondo Victoria na no unu stal we de het toekennen van de gronden behorende bij het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria LMV in het district Brokopondo aan de gemeenschap van district Brokopondo voor het uitoefenen van duurzaam landbouw. Dit zal een van de duurzame oplossingen zijn in het kader van voedselzekerheid en inkomstengenerering ten behoeve van de lokale bevolking. De recente overstromingen in het gebied hebben aangetoond dat het verbouwen van gewassen op hogere terrassen noodzakelijk is om derhalve van overstromingsschade te minimaliseren of te voorkomen. No of the F1 miljonair de Jana para Maribo Barika tak joko tek Victoria lek fale tek Brokobaka. De tek Fidra. De tek Babuhol. Victoria never no ma photo FNN. Nooit wa moni ma photo FNN moro. E una aptera keuze. A situatie sa ude in Brokopondo. Ano wa makkelijk situatie. Dus we aksi a regering vanuit a presdis we aksa a regering tak. Tanga no uno shi ete. A regering Baka Ayur disse o busquis uma berrer, Brokopondo em sua totalidade, a gemeenschap voor Brokopondo. E meca de duidelijk, tá, os donja só lek let fu, não há enkele politieke organisatie. Os donja só lek uma Brokopondo famiri. Thank you.